stuk bestaat uit, daarom heet het ook Trietbloem, bestaat uit drie met elkaar verwante stukjes. Het is helemaal niet een kwestie van dat twee en drie een totaal ander stuk zouden zijn. Daar hebben we geen sprake van. En heb dat ook meteen Trietbloem genoemd, omdat het drie stukken waren die als het ware hetzelfde stuk waren, maar dan op een verschillende manier bekeken. Variaties kan je zeggen, maar dat is dan toch weer iets anders, want ze zijn wel helemaal zelfstandig. Dus twee en drie kan het heel goed zonder één en zo. Dat kan allemaal ook natuurlijk, als je wil. Niet dat dat zinvol is, want ik zie het inderdaad als een stuk bestaan uit drie delen. Daar komt het dan op neer. Ik schat een derde, vierdejaars conservatoriumleerling was in Den Haag. Jaren 60, ergens. En dat ik ineens zag bij de koorklas, die had je ook nog toen. Keek naar de overkant, want ik was een bas en aan de overkant staat een soprane. Een verbazingwekkend geheimzinnige vrouw, meisje, zitten. En daar kwam ik al vrij snel achter dat dat een Armeense was. En die heb ik sinds dat moment niet meer uit het oog verloren. Dus ik herinner me nog wel de tijd dat ik, toen het dan eenmaal een beetje aan was, ging allemaal nog heel voorzichtig. Zo eind jaren 50, begin jaren 60. Daar moet je dus niet te veel woeste dingen bij voorstellen. Maar ze hield wel van dat soort voorbeeld. Daar herinner ik me, terwijl ik dat helemaal geen gevoel voor had. Maar er waren genoeg andere dingen die ons amuseerden natuurlijk. Maar Jeanette en ik hebben het eigenlijk sindsdien heel langzaam met elkaar volgehouden. Dan heb ik dus daar die hele stapel nog liggen van die gitaarmuziek die ze allemaal dan moest studeren. Dat was niet veel soeps hoor, behalve een enkele Spanjaard, zowel hedendaags als uit de Bach-tijd. Die had je ook een paar hele goede Italianen en een paar goede Spanjaarden. Dus dat hoorde ik al heel veel. En dat had van nature daardoor ook wel mijn interesse. En dan moet je een leesje, krijg je ook wel veel in andere muziek, wat wel kan en wat goed klinkt en dat soort dingen. En dan maar het beste ervan hopen. En dan heb je wel nog, je hebt wel een beetje van viool gehoord en allemaal dingen natuurlijk en ook. Ik vind het makkelijker, toen vond ik het al makkelijker, dan bijvoorbeeld voor zo'n genoteerde harp die gewoon in een toonladder staat. En dan kan je die wel met die voeten wel het een en ander doen. Maar tot op de dag van vandaag vind ik het onwijs moeilijk om voor harp te schrijven. Vooral als het een beetje grammatisch wordt. Dat is geen begin aan. Die kinderen zitten alleen maar dan zo met die voeten. Dat is ook niet goed. Enfin, weet ik wel een beetje hoe je dat moet aanpakken. Maar met gitaar is het, vond ik dat soort problemen kwam ik niet tegen eigenlijk. Je begrijpt over die snaren en welke vinger je hebt. Zoveel vingers hebben we nou ook weer niet natuurlijk. Maar dat die snaren veranderd moet worden in de stemming. Dat is dus iets wat bij je harpen hoort, maar niet bij een gitaar eigenlijk. Nou ja, als je een vrouw in huis hebt die de hele dag op dat ding zit te spelen, dan kan ik beter. Als je net kijkt, even, kan dit of wordt dat raar? En dan even proberen. En dan, ja, meestal kon het binnen een paar minuten. En als het echt een kwartier duurt, toen dacht ik, ja, maar dan doe ik het wel even een beetje anders. Hoor. Nee, het is gewoon studeren. Moet ik even studeren. Nou, daar kan je het van leren natuurlijk. Maar daarmee kan ik nog zelf geen gitaar spelen, nee. Ik kan ook geen fluit en ik kan een beetje piano spelen, behoorlijk goed. Maar al die andere instrumenten krijg ik geen noot uit. Dus dat is jammer wel, maar daar moet je het mee doen, want er zijn er zoveel ook. Hè.